Hoi, ik ben Danielle en deze video geeft een overzicht over hoe ons afweersysteem werkt. Voor het afweersysteem is het verschil tussen lichaams-eigen en lichaams-vreemd heel belangrijk. Alles wat lichaams-vreemd is, wordt aangevallen door ons immuunsysteem. Het kan dan gaan over bacteriën, virussen, parasieten, schimmels, kankercellen, donororganen, etc. Omdat ik niet steeds het hele rijtje wil opzeggen, heb ik het voor het gemak hierna alleen maar over bacteriën. Maar weet dus dat er heel veel verschillende lichaams-vreemde stoffen bestaan. Deze lichaamsvreemde stoffen waarop ons afweersysteem reageert, noemen we ook wel antigenen. Als een bacterie het lichaam binnentreedt, zijn er twee manieren hoe dit kan aflopen. We gaan hier aan dood of we verslaan de bacterie. Om dus überhaupt een overlevingskans te hebben, hebben we hiervoor een leger nodig. Dat is het immuunsysteem met onze witte bloedcellen. Witte bloedcellen worden ook wel leukocyten genoemd. Om de ontsteking te overleven moeten we de verwekker aanvallen door hem te isoleren, inactiveren en verwijderen. Net als het echte leger bestaat het afweersysteem uit heel veel verschillende soorten spelers, die allemaal verschillende functies hebben. Ik zal nu een overzicht geven van de belangrijkste spelers en hun functies. Ons afweersysteem kan in twee categorieën worden verdeeld, A-specifiek en specifiek. De A-specifieke afweer reageert op al het lichaamsvreemde wat ze tegenkomen. Voorbeelden hiervan zijn barrières, zoals huid, speeksel en maagzuur, maar ook fagociterende cellen, zoals macrofagen en neutrofielen. Stofjes zoals cytokine, waaronder interleukines en interferonen vallen, en ook nog het complementsysteem. De specifieke afweer is specifiek tegen één type antigeen. We hebben dus miljoenen verschillende specifieke afweercellen, in de hoop dat we een geschikte kandidaat hebben als we een bepaald virus, bacterie of kankercel tegenkomen. De specifieke afweer delen we op in twee delen. De celgemedieerde immuniteit, verzorgd door de T-cellen, en de humorale immuniteit, verzorgd door de B-cellen. Om te laten zien hoe deze spelers met elkaar samenwerken en hoe ze hun functie uitvoeren, zullen we even gaan kijken naar een ontstekingsreactie. Stel je voor, je hebt een wondje op je huid. De huid is onderbroken en dus is je belangrijkste barrière tegen de buitenwereld kapot. Bacteriën kunnen naar binnen. Het lichaam begint de tegenaanval voor te bereiden. De doorbloeding neemt toe door vasodilatatie. Dit komt door stofjes histamine en bradykinine. Hierdoor zullen meer zuurstof en voedingsstoffen vervoerd kunnen worden naar het ontstekingsgebied. Door de vasodilatatie zal de roodheid toenemen, net als de warmte, pijn en zwelling. Dit staat bekend onder de termen rubor, calor, dolor en tumor. Hierdoor zal het weefsel waar de ontsteking zit niet meer goed kunnen functioneren. En dit noemen we dan functiolesia. Deze vijf termen typeren een ontsteking. De permeabiliteit, oftewel doorlaatbaarheid van vaten, neemt toe, waardoor belangrijke stoffen naar de plek van ontsteking kunnen afreizen. Het complementsysteem wordt geactiveerd. Complement zijn eiwitten die de leukocyten aantrekken tot het ontstekingsgebied. Het is alsof er een alarm afgaat waardoor de cellen weten waar ze moeten zijn. Ook maakt complement het fagociteren makkelijker voor de macrofagen en kan complement zichzelf aan het celmembraan van de bacterie hechten en deze zo kapot maken. Dan arriveren de eerste leukocyten, ofwel witte bloedcellen, zoals neutrofielen. Dit is een fagociterende cel. Door fagocytose wordt de bacterie opgegeten en verteerd tot kleine stukjes. Het maakt niet uit wat voor bacterie dit is. Dit is dus duidelijk een cel van de A-specifieke afweer. De neutrofiel schuift tussendoor ook nog IL-1 uit, interleukine 1, het stofje dat ervoor zorgt dat je koorts krijgt. Koorts is heel belangrijk. Het lichaam heeft er voordeel van en de bacterie alleen maar nadeel. Het zorgt dus voor een voorsprong voor het lichaam in deze strijd. Dan komen de macrofagen. Dat zijn andere fagociterende cellen die neutrofielen gaan helpen. De macrofaag leeft langer en kan dus langer de bacterie tegenhouden en ook nog de puinhoop opruimen. Ondertussen reist een macrofaag terug naar de bloedbaan, op zoek naar die ene T-cel die geprogrammeerd is om te reageren op dit ene antigeen. De macrofaag presenteert zijn zojuist opgegeten stukjes bacterie op zijn celmembraan en gaat op zoek naar de T-cel. Als de goede T-cel gevonden is, zal die worden geactiveerd. Deze ene T-cel heeft zijn roeping gevonden. Het antigeen waarvoor hij gemaakt is, is gevonden in het lichaam. In zijn eentje kan hij niet zoveel. Dus zal deze cel heel vaak gaan delen, zodat er een leger op afgestuurd kan worden. Er ontstaan zo vier verschillende soorten T-cellen, die allemaal op dit ene antigeen reageren.
De cytotoxische T-cellen, ook wel killercellen genoemd, dat zijn de scherpschutters die direct richting de ontsteking gaan. De T-helpercellen die de boel coördineren en de B-cellen gaan activeren. De memory T-cellen voor een snelle reactie in de toekomst. En de suppressor T-cellen. De suppressor T-cellen zijn de rem op het systeem. In de gaten houden dat de ontstekingsreactie, die is immers bedoeld om het lichaam in leven te houden, dat die niet zo erg uit de hand loopt dat het lichaam doodgaat aan de ontstekingsreactie. De T-helpercellen gaan de B-cellen activeren. Deze zitten in hun thuisbasis, de lymfeklier. De ene B-cel die reageert op dit ene antigeen wordt geactiveerd en ook deze cel zal gaan delen. Hier ontstaan twee soorten cellen uit. Memoriecellen voor in de toekomst en plasmacellen die de antilichamen gaan maken en uitscheiden. Er bestaan 5 verschillende soorten antilichamen. IgA, IgD, IgE, IgG en IgM. In dit geval worden IgG-antilichamen gemaakt. Deze antilichamen zullen als neonknipperlichten gaan vastzitten aan de bacteriën die verslagen moeten worden. Hierdoor zullen deze sneller uitgeschakeld kunnen worden door de T-killercellen, de cytotoxische T-cellen, en de macrofagen. Ook neutraliseren de antilichamen de giftige stoffen die bacteriën uitscheiden, de bacteriële toxine. En activeert het immuuncomplex, dat is het antilichaam gebonden aan het antigeen, het complementsysteem. Zo doet ons lichaam dus heel erg zijn best om het antigeen uit te schakelen. Het volgende filmpje zal gaan over overgevoelig afweersysteem, namelijk bij allergieën en auto-immuunziekten. Bedankt voor het kijken!